fantastisch. Ik heb hem niet gebruikt. Leg even uit, wat is dit? Nou, het is, ja... Deze ken ik trouwens niet. Nee, dit is een, oh ja, dit is een gewone vibrator. Dus kijk, dat, een gewone, ja, nee, vibrator. Dit is, ja, een klassiek gewone vibrator. Die plaats je op je clitoris en dan wordt die gestimuleerd. Maar clitoris is heel gevoelig. Dus sommige vrouwen vinden dat helemaal niet zo prettig als hij zo direct wordt gestimuleerd. En het is, ja, het kan super werken. Ik bedoel, prima. Maar dit was ook lange tijd zo'n beetje het enige wat er was. Mm-hmm. Nu was er een Duitse meneer, Michael Lenke, die de Nobelprijs verdient voor de vrede in bed. En voor de vibrator, kan men zeggen. Ja, nee, ja, voor die deze heeft deze uitgevonden. Ja? En dit is niet nieuw, hoor. Dit was al, ik heb er al over geschreven in 2018 in mijn seksdagboek. Ja. Jortje noemde het net nieuw, maar het was nu de verkoopcijfers zijn naar buiten gekomen. En dat blijkt 75 miljoen wereldwijd. Ja, ja, dat is fantastisch. Maar hij is ermee begonnen en hij heeft dat uitgevonden omdat hij vond, ja, waarom is er helemaal geen vernieuwing in vrouwenspeeltjes? Wat belachelijk eigenlijk. Dus hij is met zijn vrouw Brigitte, is hij wat gaan uitvinden. Nou, hij is gaan uitvinden en Brigitte was het proefkonijn. Ja. Het is een Duitser. Er komen niet alleen maar slechte dingen uit Duitsland. Er komen ook goede dingen uit Duitsland. En hij heeft net zo lang geprutst met een aquariumpomp, ook letterlijk. Echt een aquariumpomp. Die was te hard, zeg maar. Tot hij iets had ontdekt waarmee je dus met luchtdruk de clitoris kon stimuleren. En ja, deze, ja, zuigt als het ware de clitoris op, zonder dat hij hem echt heel direct aanraakt. En door dat zuigen en die luchtdrukstimulatie kun je heel... volgens mij 99% van de vrouwen kunnen heel makkelijk daardoor een orgasme krijgen. En dat is fantastisch, want... Er zijn echt, de orgasmekloof bestaat, helaas. Voor vrouwen is het soms toch echt moeilijk om een orgasme te krijgen. Ja. Ik kom wel eens op seksbeurzen en er lopen toch altijd vrouwen rond van... ja, ik weet het niet, het is me nog nooit gelukt. Ik luk me helemaal niet, ik kan het niet. En dit is een wonder. Deze is bijna onmogelijk om, zeg maar, niet een orgasme te krijgen. Dus het is met deze moeilijker om niet een orgasme te krijgen dan wel.